Ja, dankjewel luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast gaat over micronazi's. Micronazi's, zeg je? Wat is dat nou weer? Micronazi is een niet erkend land. Maar gewoon een verzinsel, een hobby van iemand die dat heeft opgericht. Ik heb ook een micronazi opgericht. Koninkrijk Silvomi. Mocht je mij daarover een e-mail sturen, dat kan. Het e-mailadres wat je dan kunt gebruiken is koninkrijk.silvomi@gmail.com. Ik wilde eigenlijk uitleg geven over een micronazi. Waarom heb ik een micronazi opgericht? Mijn dochtertje die keek naar Koningsdag en die zei tegen mij van: papa, ik wil ook een keertje een prinses zijn. En toen dacht ik van ja, dat was voor mij eigenlijk de druppel dat ik een micronazi ging oprichten. Het idee heb ik al veel langer, lang geleden, 6-7 jaar geleden was dat, werkte ik bij de Wiegens Omroep en toen wilde ik een televisieprogramma maken. Het is er niet van gekomen, omdat is gewoon veel te veel voorbereidingstijd, maar het idee was er, na aanleiding van een artikel wat ik had gelezen op Wikipedia, in België had je een tv-programma Rob Land. En de tv-programmamaker, die ging toen een micronatie oprichten. Ik heb het programma nooit gezien, maar ik dacht van nee, dat is wel een leuk, is gewoon leuk, een leuke tv. En toen had ik zo het idee van, joh, wat is dan justitie? Toen dacht ik van, nou, dat is de politie. Wat is dan je zorg? Ja, dat zijn dan, noem wat, ziekenhuizen en dergelijke. Het idee was dus om gewoon mensen uit het vak te gaan interviewen over een niet bestaand land, een micronatie. Nou, ik heb dan nu een micronatie opgericht, www.koninkrijksilvomi.nl, voor meer informatie. Het is een micronatie om te knuffelen, want ja, en we moeten natuurlijk wel een regering zijn. Dus ik heb de knuffels van Ranomi en Fabian. Dat zijn dan de parlementsleden en de ministers. Ik zelf ben de koning van mijn micronatie. Het is een monarchie, want ik wil dat het gewoon overgaat naar mijn kinderen. Mochten zij dat in de toekomst willen. Het is gewoon een hobby. Het is niet echt serieus. Ik zal ook nooit een erkenning gaan vragen bij andere landen. Alhoewel, er zijn mensen die dat wel hebben gedaan. Er zijn ook mensen die brieven hebben gestuurd naar het Europese parlement. En zelfs antwoord hebben gekregen. Flanderensis in België is er zo eentje. Micronaties, we hebben er ooit wel eens van gehoord, van Sealand, voor een olieplatform voor de Britse kust. De Hutt River in Australië, de Conch Republic in de Keys van Florida. Maar wat is een micronatie? Nou, ik heb dat een beetje verteld net, maar ook een beetje opgeschreven op mijn website www.koninkrijksilvomi.nl. Ik ben een monarchie, omdat het moet gewoon op troonopvolging overgaan. Micronatie. Ik heb natuurlijk ook wetten. Een wet is bijvoorbeeld dat je in de tuin van je woning mag je niet je auto wassen. Waarom niet? Omdat ik denk, het is gebaseerd op een gedachte van mij. Er zit aan je auto altijd troep. Olieresten, rubberresten. En als je dat gaat met je auto gaat wassen in de tuin, dan komen die resten dan in jouw tuin. En dat kan nooit goed zijn. Het is niet veel, maar doe je dat tientallen, misschien 100 keer over al die tijd, dan is het natuurlijk wel veel. En
Kleine beetjes worden ook groot. Daarnaast, als je naar een wasstraat gaat, dan wordt het residu wordt gewoon opgevangen in daarvoor bestemde bakken. En dan wordt het ook op de juiste manier verwerkt. En daarom zeg ik ook, niet wassen van de auto in de tuin. Ik heb ook een grappige wet gedaan. Ik zeg al, de parlementsleden zijn de knuffels van Ranomi en Fabian. Dus heb ik ook een wet gedaan. Van, we hebben nu natuurlijk corona in de wereld. Maar ik heb een wet ingesteld dat parlementsleden van Silvomi, die hebben geen vaccinatieplicht. Logisch natuurlijk. Ja, lach maar inderdaad. Want knuffels kunnen geen corona overbrengen naar mensen. Ja, dat is juist ook het leuke van de micronatie. Het kan serieus zijn, maar het kan ook een beetje met een beetje humor zijn. Wat wil ik ermee bereiken? Eigenlijk wil ik er... kijk, nu zijn Ranomi en Fabian nog klein. Maar in de loop der tijd wil ik wel dat zij bekend raken met het systeem, met de maatschappij. Het is een stukje maatschappijleer. Maar ik wil er ook natuurlijk... ik wil niet. Als het kan, dan is dat prima. Maar als mensen zijn, ik wil geld doneren, ik wil in de vorm van een advertentie, prima. Wil ik er geld mee verdienen? Nee. Er zijn micronaties die verkopen titels, adellijke titels. Die zijn dus niet erkend. Dat doe ik niet. Er zijn mensen die zeggen van... die verkopen paspoorten, die hebben een munteenheid. Ik heb geen webwinkel, nog geen webwinkel. Dus ik zal dat soort zaken zal ik dan echt niet verkopen. Zal ik echt niet gaan instellen. Munteenheid. Nee, wij hebben hier de euro. België heeft ook geen de Belgisch zwart meer. Nederland heeft geen gulden meer. Dus waarom moet ik dan als micronatie een munteenheid hebben? Dat vind ik gewoon een beetje te onzin. Maar goed, deze podcast is dus eigenlijk meer ter introductie van een serie die ik ga maken over Koninkrijk Silvomi, over het fenomeen micronaties. Abonneer je op deze podcast en dan kun je nog steeds veel meer gaan doen. Deze podcast is te beluisteren op onder andere Spotify, op Google Podcast, maar... Met de app die ik heb, er wordt ook automatisch een filmpje van gemaakt en die wordt dan geplaatst op YouTube. Daar kun je dan ook reageren. Mocht je een e-mail hebben, mocht je suggesties hebben, mocht je vragen hebben, stel die gerust. koninkrijk.silvomi@gmail.com. En dan een volgende keer ga ik dan jouw vraag ook behandelen. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop enigszins dat ik je geïnteresseerd heb gemaakt in podcasts, maar ook in micronaties. Wie weet kunnen wij dan, word jij ook al een koning of een president of een dictator of wat je maar wil. Wat je maar wil. Dit is jouw fantasie, micronaties. Ik wil jou bedanken voor het luisteren voor nu. Tot de volgende keer maar weer. En tot gauw.